Hallo luidjes, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Raoul Kuipers en het is vandaag, als jij dit ziet, de dag voor Valentijnsdag. Nou, ik sta in de keuken, want ik dacht, als het de dag voor Valentijnsdag is op het moment dat deze vlog online komt, dan moeten we daar natuurlijk iets mee, dan moeten we iets mee doen. En daarom ga ik vandaag een taart bakken. Nu heb ik alleen niet zo heel veel spullen in huis om een taart te bakken. Behalve wat vormen en wat van die versiermaak dingetjes, spullen. Dat heb ik wel, maar voor de rest geen cake, beslag, mix, hoe noem je dat? Bodemmix, taartmix. Geen lekkere vulling, etc. Dus we gaan eerst even naar de winkel om al die spullen te halen. En misschien moet de auto ook nog wel even door de wasstraat, maar dat ligt even aan de tijd en hoeveel zin ik daarin heb. Maar we gaan in ieder geval even lekker winkelen. Ik ben in de gemeente Elburg, want hier heb je een zaakje dat heet de Bakzolder. En daar schijn je dus allemaal goede bakproducten te hebben. Dus daar ga ik even kijken of ik daar wat kan vinden voor mijn taart. Dat was een heel mooi wegje hier naartoe. Dus ik heb een beetje spijt dat ik de drone niet mee heb genomen. Want die had al mooi kunnen vliegen. Tip voor de volgende keer. Altijd de drone mee. Ik ben zonder grap denk ik 2 minuten binnen geweest. Ik ben super goed geholpen. Ik heb alle producten hier die ik nodig heb. En dan heb ik een zakje met aardbeienbarfrois. Daar moet nog bij 100 ml lauw water en 5 deciliter ongesuikerde slagroom. Wat is een deciliter? Nou, goed, dat is iets voor zometeen. Dan de biscuit mix. Daar hoort nog bij water en eieren. Dus eieren en slagroom heb ik tot nu toe nodig. En de instant cream, die is leuk voor de aftopping. Daar moet bij melk en water. Dus ik heb melk, slagroom en water nodig. En eieren. Meer niet. Nou. Dat stop. Oh, en ik vergeet bijna leukste. Kijk, het is Valentijnsdag, dus dan moet je hem een beetje in het thema maken. Daarom heb ik van deze roze confetti dingetjes gekocht ook. We gaan naar de supermarkt en dan de laatste spullen halen en dan kunnen we bakken. En als ik dan zeg mooie wegen, dan bedoel ik dus dit. Waar je ook kijkt, het is één groot polderlandschap. Een heerlijke weg die er doorheen loopt. En misschien is dit, als je er woont, een hele saaie weg. Ja, ik kan hier dus echt van genieten. Gewoon heerlijk. De rust, de stilte. Ja, ik vind dit echt mooi. Ik ben dan ook wel liefhebber van autorijden. En dan merk ik gewoon op zo'n moment helemaal dat ik, ja, autorijden is gewoon een soort hobby. Zo zou je het haast kunnen noemen. Ik ga deze even op de motorkap plakken, zodat jullie alles iets beter kunnen zien. We gaan een taart maken en om een taart te maken beginnen we natuurlijk met de bodem, de basis, hoe noem je dat? Het biscuit, zo wordt het in ieder geval genoemd. Ik dacht altijd dat het sponscake heette, maar zo heet het toen ik nog de bakopleiding wou doen en dat is lang geleden. Het formaat, dat bepaalt hoeveel eieren we en water wij nodig hebben. Dat bepaalt ook de baktijd. Oké. Rond 15 centimeter. Ik weet niet hoeveel dit is. Zet dat erop? Nou, ik ga eerst meten hoe groot dat is. Ik heb hem mee, Lind. Hij is, nou, laten we zeggen 25 centimeter. Dus 25 centimeter is 330 gram van deze mix.
200 gram eieren en 75 milliliter water en 35 tot 40 minuten baktijd. Dat is best lang. Oké, okay, hij is open. Ik kan niet deze hele verpakking verpesten trouwens, want dit is ook het recept en hoe we het moeten doen. 25 centimeter ging waarvoor, dus dan 330 gram. Dat is bijna dit hele pak. Oh, 332. Ja, een beetje moet kunnen. Een beetje voor de smaak. Dan 200 gram eieren. Dat is ook leuk. Dat is hetgeen wat ik niet heb meegenomen uit de supermarkt. Want ik dacht dat hebben we altijd. Nou, het zijn er nog maar twee. Dus als twee eieren precies 200 gram wegen, dan ben ik blij. Maar dat denk ik niet. Dat is altijd goed om te doen. Mocht jij ooit eieren gaan gebruiken voor iets, weet dat ze in je koelkast liggen, maar je weet niet of ze nog goed zijn. Doe ze gewoon even in een bakje. Je gooit er water bij. Nou, wel water dat ze helemaal onder zijn. Deze blijven allebei keurig op de bodem liggen, dus dan is er niks mee aan de hand. Gaan ze rechtop staan, dan zijn het al wat oudere eieren. En gaan ze drijven, dan zijn ze over datum en moet je ze echt wegdoen. Kun je ze niet meer gebruiken, want daar kun je echt heel ziek van worden. Net als rauwe eieren moet je ook nooit eten. Zo. Oh. Ja, ik kom nu tot de conclusie dat dit te weinig is. Eén ei is ongeveer 50 gram, dus ik heb nu 100 gram aan eieren erin en dan moet 200 gram aan eieren in. Dat betekent terug naar de supermarkt en dit zet ik dan even in de koelkast, want dat is wel beter voor de eieren. Meer eieren, dat is gelukt. Ik heb er 6 bij. Nou, ik heb er 2 nodig, dus dat moet goed komen. Ik weet niet of het slim was om dit in de koelkast te zetten. We zaten op 100 gram, we moesten naar de 200, hij is natuurlijk gereset. Wow! Nou, ik denk dat we maar 1 ei nodig hebben, moet je zien. Dat is toch niet normaal, dat is een ei. Hey, er zitten gewoon 2 dooiers in dat ei. 75 milliliter water. Ik ga eerst de oven aanzetten trouwens. Op 175 graden. Kan die vast voorverwarmen en dan hebben wij ook een mixer nodig. Zo, ik heb een mixer. De oven staat aan. Dus dan is het nu tijd om echt aan de slag te gaan. Hebben we alleen nog water nodig. Maar dat komt gewoon uit de kraan. 75 milliliter, toch? Ja. Zo, dit is mijn tip. Ik heb hier 75 milliliter water. Gooi het er niet in één keer in. Want misschien is het dan wel te dun. En je kan er wel altijd meer bij gooien, maar dingen weghalen kan niet. Mixtijd zit erop. Dat betekent dat ik nu mijn bodembeslagje klaar heb. Hij ziet er echt wel goed uit. Het is gelukt. Dat is ook bijzonder dat het een keer wel lukt. Ik ga hem nu verdelen over de kom. De bakvorm. En dan moet hij in de oven voor 35 à 40 minuutjes. Dat ligt er dus een beetje aan hoe mooi bruin die wordt. Hoe snel die stijgt. Ik weet ook niet of hij nog stijgt. Ik weet vrij weinig van dit ding eigenlijk. Maar ik heb een spatel. Oh, ik ga de bakvorm wel even invetten nog trouwens. Met een beetje boter. Staat niet dat dat ook moet. Maar dat is altijd wel handiger. Ik bedoel, het zou zonde zijn als wij straks klaar zijn. En dan heb ik een fantastisch mooie bodem. Maar die komt de kom niet meer uit. En dan kan het beslag in de bakvorm.
die gaat de oven in en die zien we voorlopig niet meer terug. Ik zet op mijn telefoon even een timer, want anders weet ik het wel. Dan hoor ik straks ergens een rookmelder afgaan en dan denk ik, oh ja, ik was een taart aan het bakken, is ook zo. 35 minuten. Alles is weer mooi schoon, dus dat betekent dat wij verder kunnen gaan met de Bavarois. En wij moeten beginnen met klop de slagroom op. Dan meng het water en spatel dit door de slagroom. En dan laten opstijgen, stijven in de koelkast. Maar ik denk dat ik ergens tussendoor dit zakje er ook nog bij moet kleuren. Even de instructies. 100 gram mix, 100 milliliter lauw water, 5 deciliter ongesuikerde slagroom. Klop de slagroom op, meng de mix met het water. Ik kan echt niet lezen, dus echt... Goed, wij gaan dit opkloppen. De mixer. Of jij nu al kijkt en denkt van hé, hey, dat is leuk. Abonneer. Het is gratis. En druk even op een duimpje omhoog. Ja, al niet af. Dan moeten wij dus 100 milliliter water pakken. Lauw water, dat was wel belangrijk. Dat is wel lauw. En die mix. Misschien had ik dit op een iets andere manier in die kom moeten gieten, want nu is het één grote klontbende. En misschien kunnen we dat nog vernoemen onder de noemer stukjes aardbei. Want er zaten stukjes aardbei in, toch? Oh, dat was de afzuigkap. Goed, dit gooi ik er nu dus bij in. Ook maakte die stukjes belachelijk, maar het is gewoon oprecht stukjes aardbei. Het is niet mijn fout. Het is gewoon echt. Dat wist ik natuurlijk. Ga ik dit even doorspaten. Kijk even, dit lichtroze mengsel. Gewoon heerlijk. Dit is een en al Bavarois en het smaakt fantastisch. Mmm. Meer dan dit hoef ik niet. Geef mij gewoon een bak Bavarois aan, ik ben gelukkig. Ik zet dit in de koelkast. Dan kan dit opstijven. En zometeen als de taart klaar is, kan dat dan tussen de taart. En dan hebben we nu alleen nog de instant cream die we moeten maken. Instant cream moet ik eigenlijk zeggen. Want als ik cream ga voor de Engelsen, dan... gaan we het zo meteen op onze huid smeren. En dat is niet het idee. Wij hebben nodig 100 milliliter water. En 100 milliliter melk. En 150 gram van deze mix. Dan is de vraag, heb ik ook nog kleurstof? De kleurstof die is verdwenen. Dus dat betekent... dat we hem zo meteen gaan aftoppen met witte crème. Dat vind ik op zich niet heel erg, want het is witte crème met vanille smaak. Dus het heeft wel een smaak, het heeft alleen geen looks dan. Maar dat maakt niet uit. En dan doen we er gewoon een beetje Bavarois ook tussen in rondjes. En dan zijn we er. Moet je even kijken in de oven, want hij zit er nu een tijdje in. Oh. Hij hoeft volgens de timer nog 6 minuten en 44 seconden en dan zit hij er dus 35 minuten in. Misschien moet hij dan nog naar de 40, maar hij ziet er al zo lekker uit. Echt luchtig ziet hij er ook uit, dus die is goed gelukt volgens mij. Ja, dat is natuurlijk nog even afwachten totdat hij echt klaar is, maar ik denk het wel. Ik ga nu weer even afwassen en dan een kom erbij pakken, zodat wij de laatste instant crème... instant cream kunnen maken. Ik ga even prikken met een breinaald om te kijken of hij echt al klaar is. Hoe dat werkt is het volgende. Als ik dan
iets aan de punt van de breinaal blijft zitten, dan is hij nog niet gaar en dan moet hij nog wel langer in de oven. En blijft je breinaal schoon, dan is hij gaar. En er zit eigenlijk bijna niks aan de breinaal, een heel klein puntje, maar dat is meer de bovenkant van de korst. Dus dat betekent dat hij gaar is. En ik zal nog één keer een controleprik in het midden doen. Ja, deze is echt zo gaar als maar kan. Dus ik ga hem uit de oven halen en dan zetten we hem even op het aanrecht om te laten afkoelen. Het is natuurlijk warm, het komt uit de oven. Hij is echt ontzettend mooi geworden. Ja, ik laat hem even afkoelen en dan gaan we hem zo meteen kantelen. En kunnen we hem decoreren, smaak geven, alles wat we willen. Technisch zijn we iets verder. De taarten die zijn, is mooi afgekoeld. Dus het is tijd om hem door te snijden. En ik heb daar zo'n speciaal zaagje voor, want die had ik al. Ik ga hem in 3 lagen doen. Dus dat betekent dat ik 2 keer moet zagen. En dan kunnen we er extra veel aardbeienbufferen wel doorheen doen. Dat is wel lekker. Zo. Nu hebben we 2 lagen. En we gaan voor 3. Hij is nu zijn basis kwijt. Dus je moet even extra geduld hebben en hem niet te veel forceren om erin te gaan. Want dan maak je hem kapot. Yes. Je merkt gelijk, hij is er nu doorheen en dan schiet hij ook gewoon door de taart heen. Mocht je nou dit zaagding niet hebben, dan kan ik me namelijk heel goed voorstellen. In principe is het trouwens alleen een ijzerdraadje. Dus zou je hem ook nog ergens aan vast kunnen maken en hem er dan doorheen trekken. Of je doet het gewoon met een broodmes. Dan pak ik de vulling, de aardbeienbuffer was. Zoals je ziet, die is inmiddels echt heel stijf geworden. Die gaan we er tussen stoppen. Zo, dus laag 1. En ook die lekker insmeren met aardbeienbuffer. We hebben hier allemaal van die ledspotjes en daar gaat mijn camera heel erg van bibberen. Dat je van die lichtbibbers krijgt. Ik weet niet hoe ik dat goed moet omschrijven, want lichtbibbers is niet echt een bestaand woord. Maar ik moet even uitzoeken hoe ik dat voorkom, want het zou vast een instelling in je camera kunnen zijn dat je het kwijt bent. Mocht jij dat weten, laat het dan even weten in de reacties. Goed, ik zei, ik weet niet of ik alles ga gebruiken, maar nu zit alles erop. Die aan de kant, dan het dak erop. Zo. En dan is hij qua vulling nu helemaal klaar. Is hij nog wat saai om zo naar te kijken, dus daar hebben we die andere crème voor. Voordat ik de echt laatste hap heb opgemaakt. Ja, dit is zo goed. Dit is echt. Oh. Ik heb een spuitzak. Dan hebben wij die instant cream. Ja. En die ga ik in de spuitzak doen en dan gaan we de taart mee opspuiten. Zodat hij er wel mooier uit komt te zien dan dit. Tenminste, dat is het idee. Of het lukt, dat weet ik ook niet. Ik heb dit ook nog nooit gedaan. Ik denk dat ik nu gewoon voor wat toefjes ga. Dat is het idee. We zien of dat lukt. Nou, hier ben ik niet ontzettend goed in. Oh, dat was het? Echt?
Ik heb net 3 lepels in gedaan. Hoe kan dat nu al weg zijn? Nou, ik weet in ieder geval van de looks moet deze taart er niet per se hebben. Ik dacht dat ik met mijn hoeveelheid instant cream de wereld aankom. Dat valt een beetje tegen eigenlijk. Het is namelijk al bijna op. Het ziet er ook niet uit. Nee, betekent dat ik voor een plan B ga. Dat is dat ik dit er gewoon even opspuit. Zo. Zo, dit ziet eruit alsof een 3-jarig kind een taart heeft gemaakt. Dus ik ga het gewoon plat spatelen om hem te redden. Dit is het. Ik had natuurlijk deze fantastische Valentijnsdag hartjes had ik ook nog meegenomen. Ik denk dat dat de redding van deze taart gaat worden. We gaan dit er gewoon subtiel overheen sprenkelen. Kijk, als het één niet lukt, dan moet je het gewoon op een andere manier doen. Dit is het resultaat van de Valentijnsdag taart. Ik ben benieuwd of die qua smaak beter scoort dan qua looks. Maar nou, hij is ook niet heel lelijk trouwens. Ik ga eerst even mijn handen wassen. Nou, ik ga de gemaakte zooi die ik heb gemaakt met al die hartjes ga ik even opruimen. En dan gaan we hem gewoon aansnijden, kijken hoe die proeft. Ja, de taart is klaar en als ik er zo na zit ook, ik moet heel eerlijk zijn, qua looks valt het tegen. Qua looks had ik andere plannen, ik wou gewoon heel veel swirls en ook dan verschillende kleuren. Maar dan had ik gewoon meer van die crème moeten maken. Had ik ook geen zin in, eerlijk gezegd. Dan is dit een leuke, prima oplossing die ook nog steeds wel grappig is. Maar ja, wat ik zeg, het gaat om de smaak, dus ik ga hem zo gewoon aansnijden en dan hoop ik dat die wel naar verwachting is. Maar aan de bafferwattenproeven moet dat wel goed komen. Oké, ik heb een mes. Laten we gaan. Ja, ook nu qua taartidee is hij er wel mooi opgebouwd uit 3 laagjes, dus, nou ja, of 5 laagjes, maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar een laagje cake, dan laagje bavaroa, laagje cake, laagje bavaroa en een laagje cake. En dan die crème bende bovenop met heel veel hartjes. Ik ben benieuwd, we gaan gewoon hier voor de smaaktest. Hij is wel echt serieus heel lekker. Alleen wat ik al zei, die harde snoepjes. Er zit er ook eentje vast in mijn kies nu. Die doen gewoon pijn. Die zijn niet zo leuk. Hij is wel echt, echt, echt heel lekker. Ja, deze komt wel op. Ja, ik heb nog even een vlog bewerkt en geüpload. En dan is het tijd om naar bed te gaan. Want morgen maken we weer een radioshow. Dus gaat de wekker weer om 6:15. Dus vond je dit een leuke video? Druk dan even op het duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jou morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen!